Goeiedag, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weervideo van Weerplaza. September is bijna voorbij en het was een behoorlijk natte maand. Met name de eerste helft van de maand en afgelopen week leverde van tijd tot tijd echt veel regen op. Vooral in het westen en midden van het land. Daar is de maansom zelfs plaatselijk opgelopen naar 130 tot 150 mm. Een normale hoeveelheid is zo'n 90 mm in september. Desondanks zat er ook een mooie nazomerperiode in. Vorige week natuurlijk hebben we die gehad met veel zonneschijn, temperaturen lokaal rond de 25 graden. Maar dat is voorlopig echt wel verleden tijd. Want ook de komende tijd wisselen stabiele periodes en wisselvallige periodes elkaar af. Maar over het algemeen is het toch behoorlijk wisselend met van tijd tot tijd buien of regen. Zo ook vandaag. We hadden te maken met een behoorlijk actieve storing, behorende bij een lage drukgebied, dat vanavond en vannacht langzaam richting Scandinavië trekt. Daarachter draait de wind naar het noordwesten, maar zondag hebben we met dit hoge drukgebied te maken, waarna een nieuwe storing nadert vanuit het westen en dat trekt maandag en dinsdag over onze omgeving. In de loop van volgende week volgt dan weer een hoger drukgebied, waarna we op de rand van de kaart een nieuwe depressie zien naderen vanuit het westen. En zoals gezegd, stabiele en wisselvallige periodes wisselen elkaar behoorlijk snel af de komende tijd. Maar een echt stabiele, langdurige nazomerperiode, ja, dat lijkt er toch voorlopig niet in te zitten. Warme lucht is ook eigenlijk heel ver te zoeken voorlopig. Alleen boven het uiterste zuiden-zuidoosten van Europa is het nog echt warm. Voor de rest ligt de temperatuur over het algemeen toch een paar graden onder het langjarig gemiddelde. De luchtdrukafwijking voor komende week laat ook mooi zien dat er veel lage druk is. Eigenlijk in een groot deel van Europa. Een hoge drukgebied bevindt zich in de buurt van IJsland. En een ander hoge drukgebied richting het oosten van Lapland en Rusland. En verder dus veel verstoring boven Europa. Geregeld buien of gebieden met regen en met name in het westen van Europa. Af en toe dus ook veel wind daarbij. Nou, die uitzakking van lage druk heeft ook, ze is mooi terug te zien op de temperatuurkaart. Een groot gebied met temperaturen onder normaal volgende week, dus de eerste week van oktober. Normaal gezien ligt de temperatuur dan rond de graad of 17, de middagtemperatuur toch. Nou, dat gaan we volgende week maar op een hele enkele dag halen. Vaak liggen de temperaturen rond of iets onder de 15 graden. De enige echt warme lucht bevindt zich boven het oosten van Europa en richting Rusland, met daar temperaturen ruim boven normaal. En in die regio kunnen ze nog wel eens boven de 20 graden uitkomen. Maar dat zit er bij ons zeker niet in. Zien we ook mooi terug op de pluim. Het is heel steady de komende twee weken. Middagtemperatuur rond de graad of 15. In de nachten, afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen, soms tussen de 5 en de 10 graden en dan weer rond een graad of 12. Pas in de loop van de termijn neemt de onzekerheid wat toe, vooral omhoog. Dan zou wat warmere lucht langzaam onze omgeving kunnen bereiken. Maar ook dan zit de waarde van 20 graden er toch waarschijnlijk niet meer in. Qua neerslag, uiteraard in de buurt van het lage drukgebied, flink wat neerslag. Dat hebben we afgelopen week al gezien. En dat zal volgende week niet veel anders zijn. Al denk ik wel dat de hoeveelheden neerslag wat lager zullen blijven. Maar veel groene kleuren in onze omgeving betekent natter weer dan gemiddeld. En vooral richting Frankrijk en de Franse kust. Daar worden echt soms grote hoeveelheden regen verwacht. En bij ons zal dat vooral in de kustgebieden van tijd tot tijd het geval zijn. Natuurlijk mede veroorzaakt door het warme zeewater. Richting het oosten van Duitsland, het oosten van Europa, daar is het allemaal wat droger dan normaal. Maar ook daar komt het geregeld wel tot een paar buien. Gaan we dan in het midden van Nederland kijken. Deze staafdiagram voor de neerslag. Zondag een overwegend droge dag. Vooral in het begin van volgende week, als dat lage drukgebied passeert, een grote kans op behoorlijke hoeveelheden regen. Waarna het weer een tijdje wat droger wordt en in de loop van volgende week en richting het weekend daarop opnieuw toenemende buienkansen met dus soms ook onweer en een stevige wind daarbij. Qua zonuren zal het de komende tijd allemaal een beetje tegenvallen en dat geldt eigenlijk ook wel voor de periode daarna. Want ook de tweede week van oktober biedt eigenlijk heel veel blauwe kleuren boven onze omgeving. Veel lage druk dus ook dan. Het lage drukgebied verplaatst zich wel iets meer richting Centraal- en Zuid-Europa lijkt het. Veel members komen in de loop van deze week met een lage drukgebied zo'n beetje in de buurt van Italië. In combinatie met het warme zeewater al daar kan dat ook weer flink wat regen gaan opleveren. En later in de termijn zien we een hoge drukgebied
dat de komende week trouwens ook al ligt, langzaam wat richting onze omgeving zakken. Dat betekent dat het met name de eerste week van de eerste periode van deze week wisselvallig zal zijn. En de tweede helft van deze week langzaam dat we wat afnemende neerslagkansen zien met wat vaker zonneschijn. Maar onder invloed van dit hoge drukgebied en een veelal west- tot noordwestelijke wind wel vrij lage temperaturen. Flink wat neerslag ook nog steeds daarbij. Door die lage druk natuurlijk. Bij ons, nou ja, redelijk neutrale kleuren. Iets wat groenachtig. Dat betekent dat het iets natter zal zijn dan gebruikelijk. Maar veel natter weer richting Centraal-Europa, richting Noord-Italië. En dat zal daar wellicht weer gaan leiden tot lokaal wateroverlast of overstromingen. De temperaturen veranderen zoals gezegd niet zo heel veel. Boven het oosten van Europa ligt de temperatuur ruim boven normaal voor de tijd van het jaar. Wij zitten nog steeds met die uitzakking van koude lucht. Al gaan de scherpe kantjes daar langzaamaan wel een beetje van af. Dat betekent dat de temperatuur wat meer rond normaal zal uitkomen. Al moet ik zeggen dat het langjarig gemiddelde in de loop van oktober ook wel flink naar beneden gaat. Dus dagen met 20 graden zijn ook deze periode bij ons eigenlijk niet aan de orde. De middagtemperatuur zal meestal uitkomen tussen de 13 en 16 graden. Misschien dus een enkele dag een graadje meer dan dat. En 's nachts, afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen, koelt het al af en toe flink af. Dan slaan we even een stapje over, want de kaarten lijken behoorlijk veel op elkaar. We gaan even naar de laatste week van oktober, in ieder geval de week van 21 oktober. Dan lijkt er wel wat te veranderen. Een nieuw lage drukgebied dient zich aan boven de oceaan, terwijl een hoger drukgebied zich langzaam wat meer richting Centraal-Europa verplaatst. En dan krijgen we wat vaker met een zuidwest- tot zuidelijke stroming te maken. En dan zien we ook meteen aan de temperatuurkaart dat het allemaal wat roder kleurt. Temperaturen die iets boven gemiddeld uitkomen, die kans wordt steeds groter. En dat betekent, ja, echt na zomerweer kun je waarschijnlijk niet meer spreken tegen die tijd. Maar dagen met temperaturen van ruim 15 graden zijn wel realistisch tegen die periode. Wel zien we nog steeds duidelijke signalen voor buien af en toe terugkomen. En dat betekent over het algemeen dat we, ja, eigenlijk kort samengevat voorlopig met wisselvallig weer te maken hebben. De nazomer is heel ver te zoeken, daar moeten we voorlopig echt niet op rekenen. En over het algemeen dus geregeld buien en temperaturen die veelal iets onder het langjarige gemiddelde uitkomen. Voor nu wens ik u een mooi weekend.